Afgelopen woensdag was de laatste politieke avond voor het zomerreces. Er werd wederom gesproken over de dorpersingel in Lent. Het is een beetje de handje Davids van de onderwerpen die hier in de raad steeds terugkomen. Hoe dat komt is omdat we hebben wel besloten dat die aangelegd moet worden. Alleen het geld is er nog lang niet allemaal. Zolang het geld er niet is, kan die niet aangelegd worden. Wat ons betreft zijn er nog 5 miljoen nodig om de dorpersingel aan te leggen. Wat ons betreft mogen die bij de provincie gehaald worden. De provincie is rijk genoeg wat dat betreft. En zij kunnen een mooie bijdrage leveren aan bereikbaarheid rondom Nijmegen. De provincie investeert heel veel in bereikbaarheid, regionale bereikbaarheid. De dorpersingel is ook bij uitstek zo'n project waar je volgens mij prima als provincie aan kan bijdragen. De gemeente Nijmegen heeft al flink wat geld opzij gelegd. Enkele miljoenen liggen al klaar, zijn gereserveerd voor de dorpssingel. Dus het is niet zo dat we helemaal niks bijdragen als gemeente. Integendeel, we hebben een flinke hap klaar liggen. Alleen, wij vinden ook dat de provincie daar nog een stukje aan moet bijdragen. Over 10 jaar zal die zeker nodig zijn. Op dit moment gaat het nog goed. En daarom hebben we dus ook nog wel even de tijd. Maar het wordt wel gewoon tijd dat we nu een knoop gaan doorhakken. Want voordat die dorpssingel er ligt, zijn we ook nog wel even bezig. Want dan heb je te maken met procedures enzovoorts. Nou ja, we zijn natuurlijk al jaren in gesprek met de provincie. Er is al een lobby gaande. Maar wat ons betreft is het nu klaar met dat gelobby. En we hebben nu als SP een meerderheid van de raad achter een motie gekregen waarin we de provincie gewoon oproepen om die 5 miljoen bij te dragen. Daarnaast werd er gesproken over nachtwinkels. Komen ze er of ziet de gemeente Nijmegen van het plan af? We hebben het over de dorpssingel omdat het kost heel veel geld. Het kost 8,8 miljoen. We hebben als Nijmegen daar 5 miljoen voor opzij gezet. En de gemeente Lingewaard heeft ook ongeveer 1 miljoen, zeg maar. Maar dan heb je nog tekort. De vraag is of de provincie dat zou kunnen en willen bijlappen. En tot nu toe is het antwoord steeds nee. Zoals wethouder Tiemens ook al in de raad aangaf bij de zomernota, de gedeputeerde zei, hoe vaak moet ik nou nog nee zeggen, jongens? Ja, dus dan heb je al heel snel van, ja, die dorpssingel, het kan een wens zijn, maar hij komt er niet. Het is gewoon echt financieel niet haalbaar. En dan kun je veel beter nu gaan kijken als raad en als college, wat kun je wel regelen worden voor Lent om het verkeer daar wel goed te regelen. En daarom kijken we nu naar die Restische variant, want die kost slechts 2,5 miljoen, dat geld hebben we. De gemeente Lingewaard is daar ook voorstander van, dus ja, daar heb je wel bestuurlijk draagvlak voor en dat heb je gewoon voor de dorpssingel op dit moment niet. Die Restische variant die zou langs de Hoekse Hof gaan en dan over de bestaande busbaan die daar loopt. Dat asfalt ligt er al. Dus daarom is hij zoveel goedkoper. We zeggen niet dat hij er nooit komt, maar we zeggen dat hij er nu niet komt. Stel dat die Hoekse Hof, de Lentse variant, niet voldoende soelaas biedt. Dat het in Lent nog steeds een probleem blijft. En in Lingewaard en dat het vastloopt. Dan hebben we een nieuwe situatie. Maar op dit moment lijkt het erop dat dit echt een goede oplossing zou kunnen zijn. En een hele snelle oplossing. Zodat je dus gewoon heel snel wel een verkeersveilige situatie kunt creëren in Lent. D66 is van plan een motie in te dienen om ervoor te zorgen dat de nachtwinkels er wel komen. Ja, dat klopt. Daar hebben we net over gesproken hier in de raad. Wat D66 betreft zijn er een aantal beleidsregels gesteld aan de verkoop in nachtwinkels na 10 uur. Een van ons om alcoholverkoop niet toe te staan. En wij vinden dat jammer, want volgens mij hoort dat bij een bruisende stad. En een stad die ruimte geeft aan niet alleen zijn ondernemers, maar ook aan de burgers om de manier waarop zij hun leven willen leiden, dat zo mogelijk in te kunnen vullen. Dus we vinden het heel jammer dat de burgemeester daar niet in mee wil gaan. In dit geval was het vooral de burgemeester die daar tegen was. Omdat wij denken dat het prima is om dit toe te staan. En dat er altijd gehandhaafd kan worden op het moment dat er problemen opstaan. Maar het gaat er vooral om dat er nu gewoon vertrouwen wordt gegeven aan ondernemers. Om in eerste instantie zelf een zaak zo goed mogelijk te kunnen invullen. Kijk, wat ons betreft is natuurlijk de gemeenschap heel belangrijk. Alle buren, ondernemers, iedereen is heel belangrijk in dat dit zo goed mogelijk wordt vormgegeven. En daarom vind ik het ook heel jammer dat de burgemeester het verhaal eigenlijk van mij uit zijn context haalde. En zei van het gaat u alleen maar even om alcoholverkoop. En daar zullen vooral jongeren misbruik van gaan maken. Nou, dat kan helemaal niet in Nederland. Onder de 18 mag je helemaal geen alcohol kopen. Dus dat mag geen alcohol drinken. Dus dat zal ook helemaal niet gebeuren. Het gaat er ons om dat je ondernemers de ruimte geeft.
burgers de ruimte geeft. En een burgemeester kan uiteraard altijd handhaven en ingrijpen als er overlast ontstaat. Maar pas als er overlast ontstaat en niet van tevoren al regels stellen die er helemaal niet nodig zijn. Daar zijn wij absoluut niet voor.